We zijn op de Caravan Salon 2021 in Düsseldorf. En dat is een grote camper- en caravanbeurs. Die duurt een aantal dagen. En we hebben nu, denk 80% van de beurs bezocht. Maar dan weet je het nog niet. Het is zo ontzettend veel. Ik heb een... Ik zal een impressie maken en ik hoop dat jullie ervan genieten. Dus veel plezier met de vlog. Zoek even een campertje uit hoor. Jongen. Niet normaal, wat een auto's. Absurd. Hier mag je alleen in met iemand van het personeel. Oh, wat een auto's. Greifbaar is, gibt's hier ook. Krijg je nog? Kijk, kan je gelijk een patatje bestellen. Ja. Net een vuilniswagen. Net een vuilniswagen, ja. Wat een ding, hè? Nou, weet je wat je... Doe me die maar. Jongen, wat een keus. Nou, dit is wel iets wat gebaseerd is op onze huidige camper. Maar... Ja, deze, hè? Die vinden wij wel heel interessant. Thank you.
Kijk eens wat ik tegenkom. Een snoep. Kijk, dat is wel mooi voor mij. Kijk eens even. Kun je lekker vissen meenemen achter de auto. Vissen, eten, slapen. Nou, dat is wel een mooi aanhangertje voor mij. Heel gaaf. Weet je, die is ook hoger. Wat steviger? Ja. We zijn nu in een hal waar je dus allerlei snuisterijtjes kan kopen voor de camper, caravan, fietsdragers, pyjama staat er, tool staat er. Het is ontzettend uitgebreid. Alles wat je maar kan bedenken, kun je hier kopen, inspiratie opdoen. Ook een hele interessante hal. We hebben een fort voor transit. Kijk, en dit missen we eigenlijk wel eens. Nou, dat zal wel makkelijker gaan in het. Ja. Yes? Ja. Er is een nieuw monster system in this car. You can show it. Here's a video. In this. Oh, oké. Okay. No? Yes? Ja. Kijk. Het ziet er ook wel heel goedkoop uit. Het ziet er heel goedkoop uit en het kost tussen de 400 en 500 euro. Nou, ik weet niet wat ik ervan moet denken, maar. Ja, nou ja, even over nadenken. We hebben het boekje mee. Aber in der Regel ist halt immer noch die 5 oder 11 Kilo Stahlflasche. Jetzt gibt es immer wieder eine Frage hier an der Bühne der Stahlarbeit. Wir richten uns ja speziell an. Weiß ich nicht, das kann ich kaufen. Was eine stoere Bus, sagt dit. Wow. Volgens mij zo eentje waar je op kan slapen. Wat een stoere bus. Nou, laat ik dit zeggen. Als je op deze beurs bent geweest, weet je nog niet wat je moet kopen. Mocht je zoveel geld hebben dat je denkt, ik ga er nu eentje kopen. Nou, geloof me. Dan weet je echt niet wat je moet doen. Zoveel keus.